Ja, de vissen zijn nog helemaal verdoofd en het gaat allemaal heel snel. We proberen het met zoveel mogelijk zorg allemaal te doen. Zodat de vissen daarna weer fijn de rivier in kunnen, of de beek in kunnen om te zwemmen. Hoe gaat het, jongens? Het water van het grote diep vlakbij Lieveren wordt voorzichtig onder stroom gezet. Ja, we zijn hier bezig met een visserijkundig onderzoek. Die wordt uitgevoerd door Sportvisserij Nederland. Nou, ze vissen met stroom. De vissen krijgen eigenlijk een klein beetje stroom waardoor de spieren verkrampen. En dan kunnen ze ze opscheppen. Doen ze ze in een ton. En gaan ze kijken welke soort is het, hoe groot is die, hoe gaat het met de vis, is die gezond. En die gegevens kunnen ze weer zien, hoe gaat het dan met de visstand in de beek zelf. De vangst gaat snel mee naar de kant waar alles klaar staat om de vissen te onderzoeken en te zenderen. De vissen krijgen nadat ze verdoofd zijn een tag ingeschoten. Hetzelfde idee als een hond chippen. Ja, de vissen zijn nog helemaal verdoofd en het gaat allemaal heel snel. We proberen het met zoveel mogelijk zorg allemaal te doen. Zodat de vissen daarna weer fijn de rivier in kunnen, of de beek in kunnen om te zwemmen. Ja. Nou moet ik even een klein beetje tempo maken. Want anders liggen ze te lang in de verdoving. ...214 gram. En dat is ook klaar. Dat is nog klein, dus daar zie je eigenlijk niks van. En dit is dus een snoek. Een snoek is niet per definitie een kenmerkende soort van stromende water, maar wel een soort die graag voorplant in de ondiepere beekjes, zoals deze. En dat is alles. Dan zie je een heel klein plekje zitten erop. En dat is met 2 dagen weer helemaal dicht en heeft hij nergens meer last van. En dan kunnen we hem volgen. Na een paar minuten in de bijkombak gaan de vissen weer de beek in. En is de route die ze afleggen dankzij de zender te volgen. Vissen die migreren door het hele gebied heen, die proberen hun paaigebieden te bereiken. Onder andere de beek in Drenthe. Op die route komen ze eigenlijk allerlei knelpunten tegen. Gemalen, stuwen, sluizen. En dat zijn barrières voor vissen. En binnen het project proberen we die knelpunten op te lossen, voor zover ze nog niet opgelost zijn. En de visstand dus te verbeteren, zodat de vissen weer kunnen migreren vanaf Wad tot aan de beken in Drenthe. Even verderop vangen ze de eerste signalen op. Ja, we staan nu bij het Peizerdiep. We hebben zojuist dus de vissen voorzien van een zendertje, een pittag. En hier is een van de antennes die we hier hebben opgesteld nabij de vispassage, om dus te kijken of de vissen hier langskomen en of ze ook de vispassage kunnen passeren. Ja, de vissen die aankomen zwemmen vanaf het Peizerdiep, eigenlijk stroomafwaarts, die willen stroomopwaarts zwemmen, voornamelijk in het voorjaar om zich voor te planten. En de antenne die is eigenlijk, het is eigenlijk een vierkant waar ze doorheen moeten zwemmen. En dan registreert de antenne de vis die er doorheen is gekomen, weten we exact welke vis het is geweest en wanneer die is voorzien van het zendertje en waar die nu dus is. Die zendertjes geven waardevolle informatie. Je ziet hier achter mij eigenlijk een soort stuw die in de jaren 90 voorzien is van een vispassage. Die stuw die zorgt ervoor dat we het water eigenlijk voldoende op peil houden bovenstrooms. En die vispassage is in de jaren 90 met de kennis van toen aangelegd. En je ziet dat die uit trapjes bestaat. Alleen zijn die trapjes net te hoog voor kleine vissoorten om daarbij omhoog te zwemmen. In 2012 hebben we dat ook gemonitord. Ook door middel van het PITTEC systeem met antennes. En daaruit zagen we dus dat die kleine vissen er niet bij opkwamen en de grotere vissen zoals de winders, dat die sporadisch nog wel omhoog kwamen. En daarom hebben we dus om deze oude vispassage eigenlijk een nieuwe vispassage heen gelegd, die uit kleinere trapjes bestaat. Ja, we staan hier nu dus bij de nieuwe vispassage, die is dus om de oude vispassage heen gelegd. En deze vispassage bestaat uit meerdere trappetjes, die pijlverschil, elk trappetje heeft 7 centimeter pijlverschil ongeveer. En doordat het veel kleinere trapjes zijn, kunnen de vissen veel makkelijker omhoog zwemmen naar het bovenstroomse gebied, die ze dus gebruiken onder andere als paaigebied. En we hebben bovenstrooms van deze, bij de laatste treden van deze vispassage, hebben we dus ook een antenne staan om te kijken of de vissen die we gezenderd hebben ook daadwerkelijk de vispassage kunnen passeren.